Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op dit moment komt mist of dichte mist voor op een heleboel plaatsen of laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend zal het zicht geleidelijk aan gaan verbeteren. De mist trekt dan grotendeels op, maar dan houden we nog wel die laaghangende bewolking, zodat het toch nog een tamelijk grijze dag blijft. In het zuiden en zuidwesten van het land ziet het er wat beter uit. Daar breekt wel van tijd tot tijd de zon door. Waar dat dan ook gebeurt, wordt het 6 of 7 graden, maar waar het grijs blijft, wordt het niet veel warmer dan 3 of 4 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanavond zijn er vooral in het zuiden nog wat opklaringen, daar koelt het af tot lokaal dicht bij 0. Vanuit het noorden neemt echter de bewolking flink toe en vannacht kan van lokaal een spatje regen vallen. Morgenochtend is er ook nog veel bewolking, maar in de middag breekt dan vanuit het noorden de zon flink door. Het wordt 7 tot 10 graden bij een veelal matige wind uit noordelijke richtingen. Maandag en dinsdag is het rustig weer met flink veel zonneschijn. Na wel een koude nacht, zeker in de nacht naar dinsdag, kan het matig gaan vriezen. Dat is onder de -5. Overdag is het ook vrij koud, 3 tot 5 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger met toenemende kans op regen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.